In Frankrijk gaat fors bezuinigd worden. De belasting wordt verhoogd. En dat allemaal met het oog op het controleren. Misschien zelfs iets terugbrengen van het begrotingstekort. Pakket van 60 miljard. 60 miljard euro op de begroting van 2025. En de bedoeling is dat Frankrijk daarmee een eerste stap, een substantiële stap gaat zetten op weg naar het verlagen van het begrotingstekort. Dat van iets meer dan 6% van de Franse economie naar 5% zou moeten gaan met de feestdagen van volgend jaar. En dan, dat zou dan de opmaat moeten zijn naar 3% in 2029. Ja, 2029, ik meen dat we het hier eerder over hebben gehad. En toen zei jij, nou ja, goed, leuk, Franse ambities zijn we niet gewend. Maar 2029, ze nemen ook wel de tijd. Ja, en toen was ook de vraag of ze überhaupt iets gaan doen. En dat is nu natuurlijk wel anders, want nu hebben we de Franse minister-president te horen gekregen dat hij dus 60 miljard euro gaat vinden via belastingverhogingen en bezuinigingen. En als er ergens zo'n aankondiging wordt gedaan, dan kun je er echt de klok op gelijk zetten. Kun je gewoon wachten dat heel veel economen in een soort koor gaan roepen, nou, dat moet je niet gaan doen, want daarmee raak je de economische groei, hè? En dat impliceert, als je die boodschap de wereld instuurt, dan impliceer je daarmee dat je een keuze hebt. Namelijk bezuinigen en daarmee economie schade berokkenen. Of niet bezuinigen en economie gewoon lekker laten groeien. En als je zo stelt, ja, wie kan er dan in hemelsnaam voor bezuinigingen zijn? En wie kan er tegen niets doen zijn? Maar mijn punt is, het is de verkeerde voorstelling van zaken. Je hebt de keuze niet. Als je in een situatie verkeert waar Frankrijk nu zit, het niets doen of te weinig doen heeft ook gevolgen namelijk. En welke gevolgen zijn dat? Want het gaat dan heel snel over kredietwaardigheid en het bijstellen van ratings. Maar ik neem aan dat het om meer gaat dan dat. Nou ja, als je bijvoorbeeld zoals Frankrijk nu een begrotingstekort hebt waarvan vrienden en vijanden zeggen, nou, dat loopt echt volledig uit de hand. Dat gebeurt in een omgeving waarin je staatsschuld al gigantisch is. Dan kun je erop wachten dat dat de markt zegt, ja, ik vertrouw jou niet meer zoveel als voorheen. Dan jaag je de rente omhoog en dan doe je niks in de zin van dat je niet gaat bezuinigen, maar je berokkent de economie wel heel veel schade, want de lange rentes gaan oplopen en daar heeft iedereen in die economie last van natuurlijk. Als je nu kijkt naar dat pakket, dan kun je grofweg zeggen, het bestaat uit een belastingverhoging. Vooral de vermogenden gaan meer belasting betalen. En het gaat ook om SEC en bezuiniging, die vooral zijn weerslag vindt in gemeenten. Op onderwijs wordt bijvoorbeeld bezuinigd. Maar ook de middenstand, als je dat zo mag noemen, gaat er iets van voelen, want er komt een hogere belasting op elektriciteit, op vervoer. Dus de gewone Fransman, die het misschien al niet zo makkelijk heeft en die zijn onvrede ook wel heeft laten blijken, wordt geraakt. Ja, maar Thomas, je kunt je begroting niet een beetje op orde gaan brengen door te bezuinigen en belastingen te verhogen zonder dat iemand het merkt. Dat is nou het hele punt waarom het ontzettend lastig is om dat te gaan doen. Maar wat ik hierin waarneem en is dat de Franse minister-president Barnier, ja, die heeft zich toch laten zien dat hij veel realistischer is dan veel economen. En dit is een zin waarvan ik dacht dat ik die nooit zou uitspreken. Maar een Franse minister-president die meer besef heeft van wat er gedaan moet worden dan heel veel economen. Want hij zegt, terecht, in de huidige penibele situatie waarin wij verkeren, hebben we geen keuze. We moeten de schuld en het tekort aanpakken. Maar bij aangetekend dat het nog door het parlement moet. Ja, maar goed, we hebben wel eens meegemaakt dat er ook bij de regering in Parijs geen wil was. Dus er kwam helemaal niks naar het parlement. Nu komt er in ieder geval eerste stap, 60 miljard. Is het veel, is het weinig? Dat zullen we moeten zien. Maar ik vind het al een hele grote winst dat besef gekomen is dat je geen keuze hebt. Je moet er iets gaan doen. En ik begrijp heel goed dat je bij het bepalen wat je dan gaat doen en welke mix je gaat hanteren, dat je probeert zoveel mogelijk die economie te ontzien. Maar het is nou eenmaal zo, je kunt je uit de hand gelopen overheidsfinanciën niet proberen aan te pakken zonder dat iemand doorheeft dat je dat aan het doen bent. Nog dat even in een notendop wat jij voor Frankrijk al voorziet als er niks gebeurt, namelijk dat de markten hun vertrouwen verliezen naar Amerika? Nou ja, dus wat ik net al zei, als je te weinig doet, als je de schulden te veel laat oplopen, dan loop je het gevaar dat de financiële markten en die rentemarkt, de obligatiemarkt, die eigenlijk het beste als een soort huis
huisalarm gaan zien. Dat ding gaat af en in eerste instantie weet je niet waarom. En dan ga je kijken, waar is het ontstaan? Bij de voordeur, bij de achterdeur, bij een raam of zo. En dan ga je vaststellen wat de reden is. Als ik nu naar die financiële markten kijk, dan zie ik... Laten we de VS als voorbeeld nemen. De Amerikaanse Centrale Bank is de rentes aan het verlagen. De inflatie is gezakt. In die omgeving zou je verwachten dat de lange rentes ook gaan zakken. Maar wat we zien is dat de Amerikaanse tienjaarsrente in een paar weken tijd van 3,5% naar 4,3% is opgelopen. We zien het in mindere mate in Duitsland gebeuren. We zien het in Frankrijk gebeuren. En dan ga je afvragen, hoe komt dat? Wat is de reden daarachter? Want het is op het eerste gezicht niet bepaald logisch. En... Het kan hem zitten in het feit dat men verwacht dat de economische groei in de komende 10 jaar spectaculair hoger zal zijn in Amerika. Nou, dat is niet het geval. Het kan hem liggen in het feit dat men vreest dat de inflatie aan de hoge kant zal blijven. Maar het kan ook zijn, en vaak hangen die twee samen, dat men zich in toenemende mate zorgen maakt over de staatsfinanciën, over de staatsschuld. Dat zie je in Amerika duidelijk. Daar loopt de rente op. In Duitsland loopt de rente op. In Frankrijk loopt de rente op. Waar is de lange rente in de afgelopen weken niet opgelopen, Thomas? Dat is in Nederland. Dat is in Zwitserland. En toevallig, heel toevallig, zijn dat de landen die lage staatsschulden hebben en die nu al iets doen aan het begrotingstekort, als ze dat probleem al hebben.